AIDS staat voor Acquired Immune Deficiency Syndrome, wat een storing in het afweersysteem betekent. Je krijgt AIDS nadat je geïnfecteerd bent geraakt met het HIV-virus. Dit virus kun je oplopen door onveilige seks. Bloedcontact met iemand die al geïnfecteerd is bij bijvoorbeeld het gebruik van een vieze injectienaald. Van moeder op kind tijdens de zwangerschap, bevalling of borstvoeding. Het virus wordt namelijk overgebracht via. bloed. sperma. vaginaal vocht. voorvocht. melk van de moeder. Je kunt het virus bijvoorbeeld niet krijgen via speekselcontact of als je een besmet persoon de hand schudt. Wanneer je het HIV-virus bij je draagt, maar nog niet ziek bent, ben je seropositief. Dat houdt in dat er in jouw bloed stoffen worden aangemaakt om het HIV-virus te bestrijden, antistoffen. Je hoeft zelf nog geen ziekteverschijnselen te hebben. Een HIV-infectie verloopt in vier stadia. In het eerste stadium heb je last van verschillende ziekteverschijnselen als langdurig koorts en opgezette klieren. Sommige geïnfecteerde mensen hebben in het eerste stadium geen klachten. In het tweede stadium krijg je vaak te maken met terugkerende infecties aan je luchtwegen of afwijkingen aan de huid, mond of geslachtsdelen. In het derde stadium kun je klachten krijgen als langdurig diarree, fors gewichtsverlies, tuberculose in de longen of andere ernstige infecties zoals een hersenvliesontsteking. Tot slot kunnen in het vierde stadium, naast de ernstige infecties, je zenuwen worden aangetast. Dan kan een bewegingstoornis of aidsdementie ontstaan. Het kan 5 tot 15 jaar duren voordat je erachter komt dat je aids hebt. Dit komt omdat soms dan pas de symptomen zich openbaren. HIV en aids kun je behandelen met medicijnen, maar is niet te genezen. Met aidsremmers wordt de vermenigvuldiging van het virus geremd, maar niet gedood. Als ondersteuning van de behandeling krijgen aidspatiënten vaak middelen om het immuunsysteem te versterken en medicijnen tegen ontstekingen. Aids is te voorkomen door te vrijen met een condoom en schone naalden te gebruiken.